Ik heb hier gewoon 3 pakketten van Naked. Eerst was het ook nog van het lijkt of die te klein is. En we hebben net even een zwangerschapsbox opgehaald. Leuke spulletjes gekocht in de stad. Straks gaan we zeg maar met de zonsondergang foto's van mij en Tycho maken. I freaking love it. Dit is heerlijk. Ik wilde het met jullie eventjes ergens over hebben. En ik dacht, waarom zou ik het niet gewoon even laten zien? We hebben net de foto's ontvangen van de fotoshoot. En ze zijn echt zo ontzettend mooi. Superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag 10 augustus. En normaal gesproken begin ik mijn vlog altijd op maandag. Maar ik was gisteren echt de hele dag bezig met editen. En nu ook alweer de halve dag. Soms heb ik wel 2 uur aan bestanden. En uiteindelijk is de video 38 minuten of zo. Of 30, weet ik het. Dus kan je nagaan hoeveel er uitgeknipt is. Kijk hoe leuk, jongens. Deze hebben we binnengekregen. Dit is zo'n wipstoeltje. Nou ja, ik dacht dat hij omhoog omlaag ging. Maar hij beweegt zeg maar zo. En je kan ook nog een muziekje aandoen. En wat hierin zit is een reiswieg. Ook hebben we een autostoeltje binnen. En die staat al in Tycho's auto geïnstalleerd. En binnenkort komt ook een co-sleeper binnen. En een kinderwagen en een kinderstoel. Dus mocht dat binnenkomen, laat ik dat allemaal wel aan jullie zien. Ik zou zeggen, doe in ieder geval alvast een dikke duim omhoog. Als je weer heel veel zin hebt om deze video te kijken. Inmiddels is het alweer avond. Tycho gaat gewoon sporten. En we hebben net even een zwangerschapsbox opgehaald. Want ik kreeg echt super vaak van jullie berichtjes van ja, je kunt gratis zwangerschapsbox ophalen. En dat weet ik. Dat kun je echt bij heel veel winkels doen. Maar ik heb elke keer geen zin om dat allemaal uit te zoeken. Maar ik dacht, het is misschien wel even leuk om iets op te halen. Want dan kan ik dat ook met jullie unboxen. En dan kunnen jullie gelijk zien wat daarin zit. Misschien vinden jullie dat wel leuk. Deze is dus van Albert Heijn. Als eerste hebben we baby lotion doekjes. Tada. Dan hebben we Davitamon compleet zwanger. Ik slik sowieso elke ochtend multivitamine zwanger. Dus het is eigenlijk hetzelfde als dit. Body lotion. Een speen volgens mij. Is dit een speen? Ja, van Newborn. Wat is dit voor speen? Yes! I love mama speen. Die wou ik nog. Want we hebben namelijk een I Love Papa speen. En ik wou zo graag een I Love Mama speen kopen. Nu hebben we hem gewoon. Yes. En voor de rest zitten er allemaal boekjes in. Jongens, er zit ook nog zo'n lief boekje bij. Kijk. Hey baby, kraambezoek. Echt super leuk dit. Kijk, hier kan je dus een foto in plakken. En dan hier over wanneer die geboren is en zo. En over de robot. En over ons. En dan dus de personen die op kraambezoek komen. Kunnen hier allemaal dingetjes invullen. Ik zal het wel eens even laten zien. Kijk, ze kunnen dan vertellen welke dag het is en hoe ze heten en dit allemaal. Hoe leuk is dat? Het lijkt een soort vriendenboekje of zo. Maar dat is echt leuk als die dat dan later terug kan lezen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik heb heel veel zin in vandaag. Want wij hebben straks een echo en dat is hoogstwaarschijnlijk, nou ik weet het eigenlijk wel zeker, de laatste echo die wij hebben in mijn zwangerschap. Dit is een echo om te kijken hoe het kindje ligt. Nou, ik weet al dat hij met zijn hoofd omlaag ligt, want dat ligt hij echt al een hele tijd. Maar goed, ik weet niet wat er nog meer naar wordt gekeken. Ik denk dat hij ook wordt opgemeten, dat we een beetje een indicatie hebben hoe groot hij gaat zijn of hoe zwaar. Maar ja, ik ga proberen om daar te filmen, dus neem jullie lekker mee als het mag, hè. Want het is weer een andere locatie als gewoonlijk. Maar er is weer een pakketje binnen van Y-Food. Nou, dit heb ik echt al super vaak laten zien in mijn weekvlogs. Ik ben echt groot fan van dit bedrijf. Het zijn echt heerlijke maaltijdvervangers. En ze hebben nu dus weer een nieuwe smaak gelanceerd. Volgens mij de Mango Lassi. Dus ik ga het met jullie even uitpakken. En natuurlijk testen. Met de code JULIALOVES10 krijg je trouwens korting op je bestelling bij Y-Food. Ik zet de linkjes in de beschrijving. Dus ik zou zeggen, ga dat zeker even checken als je ook enthousiast bent. Eens even kijken hoor. Hier hebben we hem dus. De Mango Lassi. Dit is dus een limited edition. En ik had ook een keer de Strawberry Lassi. En die vond ik echt heel erg lekker. Dus ik denk dat ik deze ook heel erg lekker vind. Want mijn lievelingsfruit is sowieso aardbei en mango en framboos. Weet je wel, in die trant. Dit is echt ideaal als jij bijvoorbeeld heel slecht kan ontbijten in de ochtend, maar toch graag wil ontbijten. Want misschien zijn er wel meiden of jongens die kijken en die echt heel vroeg hun bed uit moeten. Rond 6 uur bijvoorbeeld. Nou ja, ik kan dan echt geen hap door mijn keel krijgen. Om 7 uur kan ik dat zelfs nog niet eens. En dan moet je naar je werk. En
dan eet je misschien niet. Of gewoon heel erg weinig. En dan op een gegeven moment ben je bezig. En dan krijg je dus heel veel trek. En dan kan je niet even gaan eten misschien. Dan kan ik je dit echt aanraden. Kan je lekker in de bus als je met OV gaat bijvoorbeeld. Of in de auto kan je dat opdrinken. En dan zit je dus 3 tot 5 uur verzadigd vol. Het is ook goed voor de spijsvertering. Er zit verder geen suiker in, geen lactose. Het is glutenvrij. Er zitten dus 26 vitamine en mineralen in. 26 gram eiwit. En dus heel veel vezels. En dat is natuurlijk heel goed voor je darmen. Ik ga in ieder geval nu proeven, want ik ben rete benieuwd. Ik heb nog niet ontbeten. En dit wordt mijn ontbijtje. Proost. Het ruikt heel lekker. Ik denk dat Tigo dit ook wel heel erg lekker vindt. Oh my god, ja. Ja, dit is heerlijk. Oh, dit is echt, ik hou hiervan. Het is zo lekker zoet-zuurachtig. En een drinkyoghurt eigenlijk gewoon. Ja, ik vind deze echt heel lekker. Ik zet de linkjes dus in de beschrijving. Ik ga dit even verder opdrinken en dan gaan we zo naar de echo. Nou jongens, we zitten in de auto. En dit is trouwens ons kinderstoeltje. Of autostoeltje is het eigenlijk. Het is een beetje slecht te filmen, maar je kan hem ook ronddraaien en zo. Ik weet niet of jullie het zien. Ik laat het nog wel een keer beter zien. We zitten weer terug in de auto. En we hebben helaas niks mogen filmen. Dat is ook voor het eerst in onze hele zwangerschapsperiode. Het was een beetje vaag. Want er stond overal dat je verplicht een mondkap op moest. Dus wij zeggen, moeten we mondkap op? Nee, dat hoeft niet. En ik vraag, mag ik mijn kindje filmen? Het scherm alleen? Nee, dat mag niet met de privacywet. Maar dan denk ik van, ja, ik film dan letterlijk alleen het scherm. Je ziet alleen mijn eigen kind. Maar oké, hè? Dan niet, toch, Tigo? Maar het was een beetje vaag. Nou, bij die ene verloskundige waar we altijd zaten, die waren veel chiller. Dit is niet onze verloskundige. Dit is weer een ziekenhuis. Ja, dat al. Dat maar goed, ik ben het ook niet gewend. Want overal waar ik was, mocht ik gewoon mijn eigen kindje filmen. Het is mijn kind, snap je? Maar ja, dan niet. Ik vind het wel jammer. Maar ja, hij is... Eerst was het ook nog van, het lijkt of hij te klein is of zo. En toen ging ze de navelstrengdoorbloeding bekijken en het vruchtwater. Maar dat was wel allemaal goed. Het is gewoon een klein moppie. Het is gewoon geen groot kind. Geen Tigo, 8 pond. Ook geen Julia. Ja, ik was maar 2500 gram. Tigo was dan weer 4000 nog wat of zo. En hij zal dan ongeveer 6 pond, 3000 gram waarschijnlijk zijn. Dus ja, weet je, we zien het allemaal wel. Maakt ook allemaal niet uit verder. Maar goed, we hebben wel wat fotootjes meegekregen. De instelling, zeg maar, waar ik moet gaan bevallen is van hetzelfde ziekenhuis, maar dan op een andere locatie. En ik wil natuurlijk super graag mijn bevalling filmen. Als we daar ook zo moeilijk over gaan doen, ja, dan ga ik misschien toch wel thuis bevallen. Want ik wil gewoon voor mezelf alleen al die bevalling gewoon graag filmen. Toch? Dat ben ik toch zelf, die persoon. Waarom zei je toch? Het zou heel raar zijn dat het ziekenhuis niet zo mogelijk. Nou, ik ben weer thuis. We hebben trouwens wel wat fotootjes. Ik weet dus niet wat dit is. Ik dacht dat dit een lip is. Wat denken jullie? Volgens mij is het een lipje. Dan hebben we hier zijn profiel. En hier heeft hij of een handje of een voetje in zijn mond. Kijk. Hier ook weer. En ik zat dit naast Tigo's hoofd te houden. En ik dacht, oh Tigo, hij lijkt zo erg op jou. Als profiel ook van de zijkant. En kijk, die lipjes getuid uit. Echt dikke lipjes. Zo lief. En dan hebben we hier nog heel lief een voetje. Oh. Er is zojuist een pakket geleverd van Zenos, want ik had even wat leuke dingetjes besteld. En ik dacht, waarom zou ik het niet gewoon even laten zien? Als eerste heb ik 2 kussens besteld. Het zijn van die leuke sierkussentjes met van die dingetjes. Verder zie ik hier een band. Ik vond deze heel leuk op de commode van de baby. Of in zijn laadjes, dat kan natuurlijk ook. En daar zitten dus vazen in. Want ik had ook wat leuke vazen besteld. Als eerst deze. Oh mijn god, hij is echt super mooi. Kijk. En dan heb ik nog een vaas. Een heel ander soort vaas. Dat is deze. Oh mijn god, zo cool. Kijk dan hoe gaaf. En ik heb dus ook van die pampus dingetjes gekocht. Om daar dus in te zetten. Oh, deze is wel heel erg lang. Moet je kijken, jongens. Zo hoog is die. Hij is wel echt... heel hoog. Ik denk dat ik even de steel moet afknippen. Maar ik heb dus deze. En ik heb deze met geel. Dan heb ik ook nog een superleuk kleed besteld voor in de babykamer. Die ga ik straks gelijk even neerleggen. Verder heb ik nog besteld Fragrant Bag. Dit is een geurzakje. En die ga ik dan in de la leggen van het beddengoed. En ik heb mijn favoriete baksmelts weer besteld. Zoals jullie misschien wel licht wel weten, ben ik fan van alles wat lekker ruikt en zo. En deze baksmelts, die ruiken zo lekker sterk en goed. Dus die heb ik ook besteld. Dus dat heb ik ook besteld. Zo, ik heb deze vaas hier neergezet.
heel leuk. En ik heb deze plantjes erin gedaan. De andere vaas heb ik hier zo neergezet. Ik weet nog niet zeker of ik dit hier leuk vind in de keuken. Laat maar even weten of jullie misschien een ander plekje weten voor deze vaas. Maar kijk, dit zijn de droogbloemen die erin zitten. En dit zijn de kussentjes. Ik vond het gewoon heel erg leuk om wit toe te voegen. Aangezien bijvoorbeeld hier in de box zie je ook een beetje wit van het babynestje. En er zijn sowieso witte elementen in ons huis. Dus dit zijn ze, die kussentjes met die franjes. Echt heel erg leuk. We hebben ook geel. Dit kleedje, dat ga ik ook nog een keer vervangen. Alleen we krijgen natuurlijk een andere bank in september, oktober. Dus ik ga liever dan een ander kleedje kopen. En ik wil ook nog een andere bijzettafel. Maar dat komt allemaal wel. Inmiddels is het avond en ik ben eventjes aan het koken. Kijk, ik ben even lekker uitjes aan het bakken. Ga ik straks de courgette en tomaten erbij doen. En er staat pasta te koken, want we eten lekker pasta vanavond. Maar ik was even heel snel naar de Zeeman gegaan. Ik heb heel veel de tip van jullie gekregen in mijn vorige week vlog dat ik Maddie onderbroeken moest kopen van de Zeeman. Echt heel veel hadden dat daarover. Voor als ik bevallen ben. Dat je dan van dat grote maandverband moet dragen natuurlijk. Dus heel charmant. Twee van deze onderbroeken. Dan heb ik doekjes voor de droger. Want heel vaak ruikt mijn was gewoon super lekker. Logisch. Door wat ik erbij strooi en zo. Maar dan gaat het in de droger en heel de geur is weg. Super jammer. Dus daarom heb ik dit maar gekocht. En dan ruikt het alsnog lekker. Dan heb ik nieuwe microvezeldoekjes. Kan je nooit genoeg van hebben. Een klein mutsje voor de baby. En voor mezelf even een nieuwe sneaker sokkie. Want in elke sok die ik heb zit een gat. Maar ik ga nu weer even verder met koken. Voordat mijn ui aanbrandt. Frigo is weer thuis en ik heb gekookt. En het ziet er lekker uit, hè? Het ziet er lekker uit. Het ruikt lekker. Vind je van de vaas? Prachtig. Mooi, hè? Goedemorgen, het is vandaag donderdag en je kunt het ook al aan de titel zien, maar in deze weekvlog voeg ik een mega naked shopvlog toe, ter waarde van 800 euro. Ik heb hier gewoon drie pakketten van naked. Als eerste deze, die weegt nog niet zo heel zwaar dan deze. Die weegt nog een stuk zwaarder en dan krijgen we deze. En deze is echt zo ontzettend zwaar. Goh. Voordat ik de items ga laten zien, heb ik voor jullie een super leuke kortingscode. Met de code JULIALOVES20 krijg je maar liefst 20% korting op je bestelling bij Naked. Let wel op, deze code is maar geldig tot 19 augustus, dus hou er eventjes rekening mee. Het is echt een hele tijd geleden dat ik eigenlijk kleding voor mezelf heb gekocht. En ik pas bijna niks meer uit mijn kledingkast. Omdat ik natuurlijk nu zwanger ben en alles wat in mijn kast hangt is maar XXS en XS en soms een S. Nou, dat gaat nu echt allemaal niet meer. Alleen items die veel stretch hebben, bijvoorbeeld, pas ik nog. Dus ik vond dat het wel tijd was voor wat nieuws. Want ik loop alleen maar in hetzelfde en ik ben daar een beetje klaar mee. Dus ja, laten we maar gewoon even random met deze beginnen. Ik ben super benieuwd naar de items, naar de kwaliteit, alles. En ik ga het ook voor jullie aandoen. Ik ben even wat verder weg gaan zitten, want anders kan ik het een beetje slecht laten zien. Maar als eerste heb ik hier een hele mooie lange jurk, zoals je kunt zien. Gelukkig voeg ik aanbeelden toe, want anders valt het bijna niet te zien wat dit nou is. Maar de mouwtjes hebben een heel erg leuk uitlopend flare effect. En de jurk heeft verder een mooie open rug en dan kun je hem zo mooi strikken. Het is een heel mooi groen kleurtje. En deze heb ik wel een S'je, want zoals je ziet hij valt best wel ruim. Oké, jongens, dit is het allereerste jurkje en ik vind hem ontzettend leuk. Maar hij zit echt te strak op dit moment. Ik had verwacht dat hij echt veel meer rek had. Ik had er expres even geen BH onder gedaan, omdat je dan mooi de open rug ziet. Want jongens, oprecht, ik ben helemaal verliefd. Oh, lelijk dat kaartje wat eruit zit. Maar ik ben helemaal verliefd op die rug. Die is zo ontzettend mooi. En verder vind ik de lengte ook mooi. Dan heb ik hier een leuke off-shoulder jurk. Gewoon helemaal in het zwart. En ik had nog iets nodig voor mijn bevalling. Want ja, dan is het wel zo fijn dat je gewoon een soort lang shirt aan hebt. Maar goed, ik vond deze wel erg leuk. Want hij is toch wel stijlvol omdat je hem dus op één schouder kan gaan dragen. Deze jurk zit echt ontzettend lekker. Ik zei al, deze wil ik aan tijdens mijn bevalling. Maar die kan ik ook gewoon nu aan. Want het is gewoon super leuk. En je zou hem eventueel ook nog kunnen combineren met een riempje. Nou, met mijn zwangere buik vind ik dat niet echt ideaal. Maar anders zou dat natuurlijk wel kunnen. Voor mij zit hij echt op een goede lengte. Het is een heel erg lekker stofje. Zo valt hij van achter. Ja, echt super chill. Dan hebben we hier een body. En
Jeetje mina, die ziet er wel groot uit. Want dit is een emmertje, maar het ziet er echt voor mij echt heel ruim uit. Want ondanks dat ik zwanger ben, ben ik nog wel heel erg smal. Dus ik denk dat dit wel echt te groot gaat zijn. De body. Nou, hij is een stuk minder extreem groot dan wat ik had verwacht. Ik dacht, nou, dat gaat echt niet aansluiten. Hij sluit bij mijn buikje gelukkig wel gewoon aan. Maar bij mijn armen kun je wel zien dat hij wel echt te ruim is. En hij heeft ook nog eens veel stretch. Dus een S was sowieso veel beter geweest. Dan heb ik hier een wikkeljurkje. Het is zo lastig te zien, dus daarom wilde ik ook echt aanbeelden toevoegen. Maar dit moet je als het goed is om je heen slaan en dan vastwikkelen. Dus nou, we gaan maar gewoon naar het aanbeeld, want dan kunnen jullie beter zien. Oké, ik vind dit wikkeljurkje super leuk. Het was heel makkelijk om aan te trekken. Er zit dan zo'n gat aan de zijkant en dan wikkel je die band gewoon om je heen. Dus dan kun je zelf bepalen hoe strak of hoe los je hem wilt laten zitten. Ik vind het mooi dat hij hier een beetje zo open valt. De maat is verder ook echt perfect. Alleen, ja, hier is hij een heel klein beetje ruim. Maar dan kun je gewoon met zo'n veiligheidsspeltje heel makkelijk oplossen. En zo valt hij van de achterkant. Voor mij is dit echt een goede lengte. Maar jongens, hou er even rekening mee. Ik ben maar 1,60 meter. Als je wat langer bent, dan zou ik het niet aanraden. Want ik denk dat hij dan een beetje te kort wordt. Dan ga ik verder met dit dunne pakketje. Daar zitten twee items in. Eerst hebben we hier echt een super mooie body. En die moet je ook op een bepaalde manier dragen. Dat die soort van gekruist zit aan de voorkant. Dus dan ga ik zo eventjes op het plaatje kijken hoe ze dat hebben gedaan. Misschien zo. Ik heb geen idee. Maar de kwaliteit voelt van Naked echt heel erg fijn aan. En wat ook heel fijn is. Hij heeft aan de achterkant een stringsluiting. Dus dan zie je in een strakke broek bijvoorbeeld geen gekke randjes. Dat vind ik altijd wel heel erg fijn. Jongens, deze body, ik vind hem helemaal het einde. Ten eerste, hij zit zo ontzettend lekker. Het is zo'n fijn stofje. Hij heeft lekker stretch. En ik vind het zo mooi, dit detail hier aan de voorkant. Moet je kijken hoe mooi die aansluit. En ook van de achterkant zo'n mooie open rug. Verder heb ik er geen BH onder, maar dat hoeft ook helemaal niet. Want je ziet echt helemaal geen nippel of iets dergelijks. Dus ja, echt ideaal. Oké, dan gaan we nu verder met dit mega grote pakket. Er zitten ook schoenen in, dus vandaar weet je net wel wat meer. Hier zit echt heel erg veel in. Nou, laat ik maar gewoon gelijk beginnen met de schoenen, want daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ik heb aankomend weekend ook een zwangerschapsshoot. En daarvoor had ik ook wat items besteld, omdat, wat ik al zei, ik heb bijna niks om aan te trekken. En bij een zwangerschapsshoot is het toch wel leuk om een keer wat anders aan te doen. En überhaupt gewoon iets wat wel past bij een zwangerschapsshoot. Maar dat komen jullie zo te zien. Dit zijn de schoentjes die ik heb besteld. En ik vind dit zo ontzettend leuk. Het zijn dus van die zwarte hakjes. En dan kun je dit zo om je been heen strikken. Dat is nou helemaal een ding. En ik wilde dit echt al super lang. En dat is heel erg leuk onder een mooi jurkje bijvoorbeeld. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gaan staan. Oh jongens, deze schoenen zijn echt helemaal geweldig. Ze lopen ook gewoon lekker. Dat had ik echt niet verwacht. Ze zijn zo elegant, zo mooi. Ik vind het geweldig onder een jurkje of iets dergelijks. I freaking love it. Ik weet niet of ik ze goed dicht heb gedaan of vast heb gemaakt met die bandjes. Maar het boeit niet, want doordat het toch verschillende bandjes zijn, valt het ook gewoon minder op. Dit zat ook nog in het kleine pakket. Ik was helemaal vergeten dit te laten zien. En ik denk, wat ligt die nou naast me? Even kijken hoor. Hier hebben we een one shoulder body. Deze heb ik al van Naked. Maar dan in een andere maat, in XS. En dit is een M. En die heb ik dan in het zwart. En die zit nou wel een beetje aan de strakke kant. Maar S hadden ze niet meer. Dus ik heb maar gewoon gekozen voor een M. Ik ben echt super blij met deze body. Wat ik al zei, ik heb hem al in het zwart. Maar dan twee maatjes kleiner. Bij de armen zit hij daar wel beter. Want dit is gewoon een beetje lang voor mij. En een beetje wijd. Maar bij de buik en zo zit een M natuurlijk vele malen beter. En ik vind het kleurtje ook heel erg leuk. Van achteren sluit deze body dus zo met een string. Dus dat is ook wel fijn om te vermelden. Mocht je zo'n body zoeken. Ik vind dat altijd gewoon heel erg prettig. Het volgende wat ik heb besteld is dit. En hier was ik heel erg benieuwd naar. Het is een hele mooie getailleerde zwarte jurk. Ik hou altijd wel heel erg van zwart. Ik hou ook heel erg van kleurtjes. Maar zwart vind ik ook altijd gewoon goed. De bandjes zijn heel mooi dun. En dan loopt hij een beetje zo schuin af. Dit is trouwens maatje M. En als ik het zo zie gaat het wel passen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat staan. Ik denk dat het ook heel erg mooi is met die schoenen die ik net liet zien. Deze jurk, I freaking love it. Ik vind hem beeldschoon. Hij zit wel net aan, maar dat vind ik juist alleen maar fijn. Want dan kan ik hem straks na de zwangerschap gewoon weer aan. Hij rekt wel gewoon mee, maar het is niet zo'n hele dunne flubberstof of zo. En ik vind dit ook gewoon zo ontzettend mooi dat hij dan hier zo
dit heeft en hier dan niet, als je snapt wat ik bedoel. Hele mooie dunne bandjes. Oh, I love, love, love it. Zo ziet hij van de achterkant. Hij heeft ook zo'n mooie open rug. En ik heb er ook geen BH onder, maar het is echt een heel mooi dik stofje. Dus dat hoeft ook helemaal niet. Naar deze jurk was ik echt heel erg benieuwd. Het is echt zo'n leuk ding. Het is een hele mooie jurk met een beetje een gedrapeerd effect. Dan heeft hij aan de voorkant hier allemaal knoopjes lopen. Een heel zacht, mega stretchy stofje. En dat dacht ik dus al te zien op de site. Vandaar heb ik een S besteld, want je ziet het al. Deze valt best wel groot. Oh jongens, deze jurk niet normaal. Ik vind dit echt helemaal het einde. Hoe lekker dit zit, kan ik niet uitleggen. Het zit gewoon te lekker. Het is zo zacht en rekbaar. Hij sluit perfect aan. Het is heerlijk tijdens een zwangerschap. Door het zachte stofje, door het rekbare stofje. Maar ook gewoon straks na de zwangerschap. Zo zit hij van de achterkant. Je kan hem eventueel nog wat langer maken. Je kan hem ook een beetje omhoog hijsen. Kijk, zo kun je nog wat beter zien van dichtbij hoe hij eruit ziet. Echt, jongens, deze wil ik in meerdere kleuren. En hier, dit is leuk. Het volgende wat ik heb is een super mooie silky beige satin dress. Ook weer met van die subtiele dunne bandjes. Hij sluit hier aan de zijkant met een rits. En van de achterkant zit hij dan een beetje open en kun je hem op een bepaalde manier dragen. Maar dat kun je zo niet zien. Dan moet je echt met een aanbeeld zien. Van deze heb ik wel een emmertje besteld, want dit heeft geen stress zoals je kunt zien. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit gaat staan. Oké, ik vind deze jurk echt beeldschoon. Maar hij is echt niet geschikt voor de zwangerschap. Want hij heeft natuurlijk 0,0% stretch. Dus het zit gewoon raar nu. Want dan trekt het en dan gaat het hier aan de zijkant raar zitten. Maar ik wilde hem gewoon zo graag hebben. En ik hoopte gewoon dat ik hem alsnog gewoon mooi wilde staan. En de achterkant is ook heel mooi. Moet je zien, die gekruiste bandjes, jongens. Zo ontzettend leuk. Het is ook heel makkelijk om hier gewoon een strikje te maken. Maar hier zit hij dan gewoon niet mooi bij mij nu. Maar kijk, jongens, hoe mooi die is met die schoenen. Ik ben zo verliefd op die schoenen. Die zijn zo mooi. En ze lopen ook helemaal niet slecht of zo. Want heel vaak met zulke schoenen, daar val ik gelijk om. Maar... oh, zo maakt het wel echt chic hoor. Love dit. Het volgende wat ik heb is een mooie blazer. Ik had dus nog geen zwarte blazer. En dat is wel echt gewoon een must-have voor in je kast. Ook gewoon met sportkleding en zo is het leuk om nog gewoon even een blazer eroverheen te trekken. Of gewoon met heel veel dingen. Komt een zwarte blazer gewoon van pas. Hij heeft verder trouwens geen knoop of zo aan de voorkant. En hij voelt een klein beetje loose fit volgens mij. Het is wel echt een hele mooie dikke kwaliteit. En deze heb ik gewoon in een 36 besteld. Ik vind dit echt een mega mooie blazer. De kwaliteit is super goed. En ik vind het ook heel erg mooi hoe die valt. Ik dacht dat hij heel oversized zou vallen. Maar dat is juist niet zo. Je ziet het ook wel. Een maatje M had ook wel gekund. Maar voor na de zwangerschap is dit wel beter qua maat. Zo zit hij van de achterkant en zo van de zijkant. Nou jongens, ik heb een hele nieuwe garderobe gewoon. Oh, deze was ook echt niet naar. Wat ik hier heb is echt een mega leuk blauw jurkje zoals je kunt zien. Het loopt een beetje zo wijd uit. Aan de voorkant heeft hij een V-hals en ik ben verliefd op dit kleurtje. Ik denk dat deze wel echt super leuk gaat staan. En ook als je zwanger bent zit zoiets gewoon heel erg lekker omdat het lekker... wijd valt. Deze kleur van de jurk vind ik echt prachtig. Maar ik weet nou niet of ik hem echt bij me vind staan op dit moment. Ik had verwacht dat ik hem iets leuker vond staan. Ik weet dus echt niet of dit me staat. Ik weet het gewoon niet. Zo zit hij van de achterkant. Het kan ook zijn dat ik hem persoonlijk een beetje te lang vind bij mij. Want ik ben nogmaals maar in 60. En ik heb snel dat ik jurkjes echt een beetje te lang vind. Of dat ik het een beetje dom ga vinden of zo. Dus als je wat... langer bent, vind ik hem sowieso wel echt leuker. Het is wel echt een heerlijk luchtig jurkje. En vooral met een riempje zou het heel erg leuk zijn. Alleen ja, dat is voor mij gewoon niet zo fijn nu te dragen met de zwangerschap. Dit is het volgende. Echt een heel erg leuk, vrolijk jurkje. En die heeft hier zo'n stretchy band. Dus dat zit heel erg lekker met een zwangere bui. En aan de onderkant heeft hij een beetje zo'n ruffeldetail. Hij ziet er best wel groot uit. Dit is ook gewoon een 36. Dus dit moet sowieso gaan passen. Deze vind ik ook echt een topper gewoon. Hij zit geweldig lekker. Het is maar 36. Maar dat zit echt voor de rest prima. Omdat hij gewoon heel veel stretch heeft. Deze jurk hebben ze trouwens met meerdere patroontjes. Van de bovenkant sluit hij ook heel erg mooi aan. En je kunt hem ook eventueel off the shoulder dragen. Zo sluit hij van de achterkant aan. Het is ook een jurkje die echt niet kort valt. Dus je hoeft bij deze echt niet bang te zijn dat je zo die bil ziet. Want je ziet het al. Hij valt echt best wel vrij lang. Zo kun je misschien het patroontje nog wat beter zien. Kijk, zo ziet hij er
van dichtbij uit. En hij heeft hier ook weer echt zo'n lekker stretch mouwtje. Er komt geen einde aan deze shoprock. Het is echt gewoon bizar dit. Het volgende is dit superleuke blauwe jurkje. Dit is van de Hanna Schönenberg collectie. Want ze werken dus heel vaak samen met influencers. En dat vind ik altijd echt heel erg leuk. Dit is een maatje S. Nou, dit gaat sowieso passen. Hij heeft ook nog eens stretch. Dus dat moet helemaal goed komen. Hij loopt wijd uit bij de mouwen. En hij is daar ook open. Dus dat is ook echt een leuk effect. Oké, ik denk dat dit wel een van mijn favorieten is uit deze shoplog. Hij zit zo lekker, deze jurk. Hij schijnt niet door. En ik vind het kleurtje ook gewoon prachtig. Ik hou heel veel van blauw. Ik denk dat jullie dat wel weten. Ik hou gewoon heel erg van blauw en van groen en zo. Hij zit echt heel erg lekker rondom mijn buik door de stretch. Ook heel leuk dat die mouwen wat langer uitlopen en dan hier zo'n split. Zo valt hij van de achterkant. Daar sluit hij ook heel erg mooi aan. Dat is een hele mooie lengte ook voor mij. Het volgende jurkje is ook van Naked X Hanna Schönenberg. En ik weet niet of ik deze ga passen. Even kijken hoor. Hij heeft wel wat stretch. Dus het moet of net gaan of net niet. Maar anders is hij super leuk voor na de zwangerschap. Hij heeft dus één mouw zoals je kunt zien. En dan verder heeft hij zo'n heel mooi lang gedrapeerd effect. En ik vind het zo prachtig zo'n jurk. Ik had bij deze dus echt verwacht dat ik hem niet aan ging krijgen. Maar thank god to the stretch. Ik pas hem gewoon. Yes. En dan na de zwangerschap ook. Omdat hij ziet er gewoon heel klein uit. En door de stretch rijdt hij gewoon lekker mee. Dus kan ik hem nu aan, maar straks ook. En hij zit hem gewoon echt heel erg lekker. Ik vind hem zo ontzettend leuk. Dit effect hier aan de zijde, een gedrapeerde effect. Het is heel erg mooi. Zo zit hij van de achterkant zonder een baardje. Wat hier hangt is natuurlijk veel mooier. Maar hoe leuk is dit effect zo. En kijk dan hoe leuk die bovenkant is, jongens. Dat hij zo schuin is afgesneden. Oké, nou dit jurkje was ik echt super excited. Ik vind hem echt super leuk eruit zien. Dit is een jurkje. Een heel mooi blauw kleurtje. Dan heeft hij zo'n mooie open rug. En van die leuke details. Van die sigarettenpluimen. Dingetjes. En deze heb ik in een maatje 36 besteld. Ik vind dit echt een superleuk vrolijk zomersjurkje. Het had alleen wel beter geweest om een maatje groter te pakken. Omdat je merkt wel dat het dan een beetje je gaat trekken. Het is niet dat ik het echt voel. Maar je ziet het vooral. Als ik een maatje groter had gepakt, was die wat meer loose fit gaan vallen. Zoals het ook hoort. Ik vind dit heel erg leuk op de achterkant. En dan weer mooi dat open rugdetail. En wat ik heel erg leuk vind, zijn die mouwtjes. Moet je kijken, jongens, hoe leuk dat eruit ziet. Het volgende is deze hele leuke gedrapeerde zebra printed dress, noem ik hem maar. Even kijken, ik heb hiervan maat 38. Ik denk dat dat ook wel een goede maatkeuze is, want dit heeft geen stretch. Dat dacht ik dus al. Oké, dit jurkje zit echt als gegoten. Hier ben ik heel erg blij mee. De 38 zit perfect. Hij sluit gewoon super mooi aan. Het zit ook lekker. Ik vind het gedrapeerde effect heel erg leuk. Het printje is heel erg leuk. Een beetje van die pofmouwtjes zijn leuk. Alles is leuk aan deze jurk. Hij is ook niet te kort. Dus dat is ook helemaal top. Zo sluit hij aan van de achterkant. Het volgende is echt een heel klein smal topje zoals je kunt zien. Met van die bandjes aan de voorkant. En aan de achterkant heeft hij dan echt zo'n heel erg leuk detail. Met allemaal van die touwtjes. Het is wel echt heel erg kort. Dat moet je dan met een hele hoge rok of zo aan. Dit is ook helemaal niet van het merk Naked, maar van Trendyol of zo. Ik heb in ieder geval een maatje M. En dat is maar goed ook, want hij ziet er best wel heel klein uit. Oké, deze top is oprecht echt super leuk. Ik vind dit heel leuk. Ik heb er nu geen BH onder. Had ik wel beter kunnen doen. Hij sluit alleen niet optimaal aan. Want ja, hij is hier zeg maar een beetje groot of zo. Maar omdat het zwart is, valt het niet heel erg op. En zo heb ik hem van de achterkant gedaan. Volgens mij heb ik hem niet helemaal goed, want ik voel hier ook iets. Volgens mij moet ik hier ook nog een knoopje of zo dicht doen, denk ik. Maar ik kan het echt niet goed zien van de achterkant. Het volgende wat ik hier heb is een hele mooie silky satin rok. Zoals je kunt zien in een beetje een oud roze kleur. En dat is een wikkelrok. Je kunt deze dus zelf verstellen. Hij voelt echt heel lekker prettig zacht aan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat vallen. Deze wikkelrok vind ik echt super leuk. Hij zit ook heel erg lekker. Het is een lekker zacht stofje. Dan heeft hij hier nog mooi dat effect dat als je loopt dat hij een beetje zo open kan gaan. Je kunt hem dus zelf hier aan de zijkant strikken zoals je kunt zien. En zo sluit hij bij mij aan van achteren. De lengte is ook verder gewoon prima. Zo kun je het misschien nog even wat beter zien. Maar het is wel echt een super leuke rok. Misschien is het ook wel leuk voor de zwangerschapsshoot. Omdat je wel echt mooie bolletje en zo
ermee ziet. Dus ja, I like it. Oké, deze jurk weegt best wel zwaar. En ik denk dat ik deze met de zwangerschapsshoot aan ga doen. Dat was in ieder geval mijn bedoeling. Als ik hem pas trouwens. Dit is echt niet te laten zien op beeld. Zo, ik zit gelijk in de lamp. Nou, zo lang is die jurk. Het is echt een mega mooie lange maxi jurk. Aan één kant heeft hij dan een mouw. Maar ik heb in ieder geval maat 36 besteld. Dus ik hoop dat hij gaat passen. Hij sluit hier aan de zijkant met een rits. En ik ben echt benieuwd hoe dit gaat staan. Ik heb geen flauw idee. Oh jongens, oprecht. Dit is echt één van de mooiste jurken die ik ooit heb aangehad. Ik voel net zo'n prinses. Maar waarom heb ik maat 36 besteld? Waarom? Ik krijg hem niet eens dicht. Ik vind het echt verschrikkelijk. Want ik bouw deze aan tijdens mijn zwangerschapsshoot. Ik heb hier nu ook niemand in huis die even dit dicht kan doen. Maar wie weet, gaat hij nog dicht? Dit was echt zo mooi zo op de foto geweest. Met zo'n prachtige lange jurk. Zo zit hij dan van de achterkant. En die kleur staat ook zo mooi. En ik kan wel huilen dat hij niet past. En dan komen we aan bij het laatste. Het leek wel of er geen eind aan kwam, joh. Het volgende is deze mooie witte body. Ik heb geen idee hoe deze aantrekt. Dan moet ik even op een foto gaan kijken. Hij heeft in ieder geval een mooie open rug. En hij sluit ook weer met een string. Het is een maatje M. En ik ben mega benieuwd hoe die gaat zitten. Oké, ik weet het niet zo met deze body. Hij sluit niet zo goed aan bij mij, to be honest. Ik weet niet wat het is. Maar hier zit hij een beetje laag. En hier heel wijd of zo. Daarentegen moet ik zeggen dat ik de achterkant weer wel heel mooi vind. En dat hij daar wel echt mooi aansluit. Maar nee, ik weet niet. Het zit bij mij gewoon niet zoals het hoort. Geen idee waaraan dat ligt. Heel jammer. Want ik vond hem wel heel leuk. En dan waren dat alweer alle items van Naked. Eindelijk heb ik gewoon weer wat leuke items erbij. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Alle linkjes staan nogmaals in de beschrijving. En vergeet vooral mijn code JULIALAST20 niet te gebruiken. Mocht je ook wat willen bestellen bij Naked. Ik vind sowieso de kwaliteit altijd heel mooi van Naked. Doe even een duimpje omhoog als je wil dat ik vaker shoplogs toevoeg. Want wie weet vind je dat wel super leuk. En laat het dan eventjes aan me weten. We hebben net even lekker een hapje gegeten met Tycho en zijn moeder. Was super gezellig en lekker. En vandaag waren de nieuwe eetkamerstoelen bezorgd. Want ja, we hadden er twee bij besteld. Omdat we er maar vier hadden en onze tafel is best wel lang. En iedereen zei ook in mijn vorige video, 6 stoelen zou veel mooier staan. Dus ze staan er en ik zal het even aan jullie laten zien. Kijk jongens, dit ziet er zoveel beter uit. Gewoon nu is het gewoon één mooi geheel. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. En ik blijf de stoelen ook echt mooi vinden, die kleur. Eerst zaten we er nog aan te denken om bijvoorbeeld twee zwarte of een twee andere kleuren ertussen te zetten. Maar ik vind het eigenlijk ook wel gewoon heel strak en netjes. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik word net lekker wakker en ik wilde het met jullie eventjes ergens over hebben. Degene die me al wat langer volgen weet dat ik echt een hele lange tijd, wel bijna dagelijks in mijn weekvlogs benoemde, hoeveel nek- en rugpijn ik had. Elke ochtend toen ik wakker werd had ik zo'n stijve vastzittende nek dat ik gewoon de hele dag best wel chagrijnig eigenlijk was. Weinig energie had. Mijn ouders zeiden altijd, je moet echt gaan investeren in een ander kussen, want dan krijg je gezondheid. En nou heb ik me toch een geweldig kussen gevonden jongens. Het is echt ongelooflijk. Ik ga het even laten zien. Het kussen waar ik nu op slaap is van Cloud Pillow. Hij zit verstopt onder mijn kussenslopen. Tycho slaapt er ook op en die heb ik even uit de hoes gehaald zodat jullie wel even kunnen zien waar ik het nou over heb. Dat is dus dit kussen. Sinds ik dit kussen heb aangeschaft ben ik gewoon bijna van mijn nekklachten af. Uiteraard heb ik nog wel eens nekpijn. Maar dat is meer gewoon stress heb gehad. Maar niet meer na het wakker worden 's ochtends. Omdat ik nu eindelijk gewoon een goed kussen heb. Voor je nachtrust en gewoon voor je mentale gezondheid is het zo belangrijk om gewoon een goed kussen aan te schaffen. Ik zal jullie wel eventjes uitleggen hoe dit kussen nou in zijn werk gaat. Nou, dit is dus het kussen. En wat zo ideaal is, is dat je hem gewoon naar je eigen lichaamshouding kunt aanpassen. Er zit namelijk memory foam in het kussen. Dus ik zal het even laten zien aan jullie. Je ritst dan de buitenkant open. En daarna heb je dus nog een laag. En zoals je ziet, zit er dus allemaal van dit spul in. En dat is dus de memory foam. En op de site is dus een hele handleiding. Er staat dan op de site of je een rugslaper bent, een buikslaper of een zijslaper. En naarmate van of je van een zacht of een hard kussen houdt, staat er dan bij vermeld qua richtlijnen hoeveel handjes memory foam je er ongeveer uit
kan of moet of wat je wil halen. Want dat is natuurlijk helemaal aan jezelf. Nou, mijn kussen is zoals je ziet een heel stuk platter dan het kussen van Tycho. Tycho die is natuurlijk sowieso qua lichaamsgewicht een stuk zwaarder. Zijn hoofd en alles weegt natuurlijk meer dan mijn hoofd en mijn lichaam. En ik hou best wel van een zacht kussen. Maar hij houdt juist weer echt van een stevig hard kussen. Waardoor hij veel minder handjes eruit heeft gehaald als dat ik heb gedaan. In het begin heb ik me gewoon aan de richtlijnen gehouden. En toen op een gegeven moment kwam ik achter dat ik er nog wat meer uit wilde halen. En dat kan dan ook gewoon. Tot je uiteindelijk gewoon het perfecte kussen hebt gecreëerd. De memory foam heeft ook als voordeel dat er genoeg lucht door het kussen wordt heen gecirculeerd. Dat voorkomt dus een warm kussen. Ik ben echt mega enthousiast over Cloud Pillow. En ik kan jullie allemaal dit kussen aanraden. Je gaat er zoveel plezier van hebben. En ik weet zeker dat er genoeg meiden, / jongens, ouders, weet ik het allemaal, kampen met nek- en rugklachten. En het wordt echt heel vaak ook veroorzaakt dus door een verkeerd kussen. Mijn vader had daar dus ook al last van. En nachtrust is gewoon te belangrijk om op een rotkussen te gaan liggen. Met de code Julia15 krijg je namelijk 15% korting op je bestelling bij Cloud Pillow. Echt jongens, hoe top is dat? Bij Cloud Pillow mag je trouwens 14 dagen proefslapen op het kussen. Dus dan kom je er ook achter of het ook een geschikt kussen voor jou is. Ze hebben ook 1 jaar garantie op het product. En ze bezorgen hem gratis bij je thuis. Nou echt, het is echt de moeite waard. Investeer gewoon in een goed kussen. Dan ben jij blij, je nek blij. En dan slaap je lekker als een roosje. Het is inmiddels avond en ik heb de hele dag niet gefilmd. Want ik ben letterlijk de hele dag bezig geweest met het hele huis schoonmaken. Dat doe ik meestal op vrijdag. Maar dan pak ik ook echt alles aan. Dus ik heb nu echt last van mijn heupen. Maar ja, ik doe het toch steeds. We hebben even heel snel wat boodschappen gedaan. Het is echt al goed of zo. Maar in de avond vind ik het zoveel chiller, want dan is het tenminste lekker rustig. En aangezien jullie het altijd leuk vinden om de boodschappen te zien, ga ik het even filmen. Als eerste drinkyoghurt. Dan deze chips. Kaasbroodjes die helemaal kapot zijn. Chips. 2 nectarines. Kaas. En kaas. Dan heb ik Gelderse gerookte worst. Diepvries aardbeien. Oreo's. Gepofte spelt. Hummus. En kipsaté, zuivelspread, Griekse yoghurt, drinkyoghurt en mozzarella, een vers sapje, schoonmaakazijn, baking soda, hagelslag en roggebrood. En als laatste cherry tomaten, yoghurt en noedels. Nou, dat was het. Het is vandaag zaterdag en het is inmiddels avond. Volgens mij hoor je echt krekels, moet je luisteren. Inderdaad, ja. Wij hebben vandaag de hele dag gezellig gewandeld en zo in 's-Hertogenbosch. We hebben ook geluncht en avond gegeten. En ik ben helemaal vergeten om wat te filmen. Want het was zo lekker weer. En ik had er niet echt aan gedacht. Tycho, ben je moe? Nee, ik was je moet zo op de foto. Maar daarom ook niet meer slapen. Nou, we zitten nu in de auto, want we hebben straks een zwangerschapsshoot. Maar we zijn nu bij het Engelenmeer in 's-Hertogenbosch. En daar heb je zo'n rietveld. En dan willen we een beetje foto's gaan maken met een soort zonsondergang. Maar we zijn wel nu een uur of zo te vroeg. Dus we gaan even slapen in de auto. Maar ik had geen zin meer om te wandelen in de stad, want we waren er al de hele dag en ik was een beetje moe. En ik heb een paar jurkjes mee. Ook die ene supermooie jurk van Naked. Die dus niet dicht gaat. Maar dan ga ik gewoon op een bepaalde manier dat ding vasthouden. Dat het niet opvalt dat hij niet dicht gaat. Nou jongens, ik ben hier met Sophie. Hallo. Ze ziet er trouwens echt super leuk uit. Nou, we gaan eerst even wat foto's van mezelf maken. Want straks gaan we zeg maar met de zonsondergang foto's van mij en Tycho maken. En dan met verschillende outfits.
Nou, we zitten weer in de auto. Het was super leuk. En ja, Sophie is echt een super lief, rustig meisje. En ze heeft het hartstikke goed gedaan. Ik ben echt heel erg benieuwd naar de foto's, want die heb ik nog niet gezien. Zo, we komen zojuist weer thuis. En we hadden nog wat leuke spulletjes gekocht in de stad. Dus ik dacht, ik ga dit even aan jullie laten zien. Als eerste heeft Tivo dit leuke groene shirtje gekocht. Echt super mooi kleurtje. Dan heb ik dit gekocht. Super grappig. Dat zijn van die sloffen voor als je dus gaat dweilen. Want elke keer als ik dan ga dweilen, dan loop ik echt te kloten, zeg maar. Dat ik niet met mijn voeten in het nat sta. En daarna loop ik dan zo op mijn handen op de grond. Maar dit is gewoon super ideaal. Dus ja, die moest ik gewoon even hebben. Dan heb ik voor mezelf een super mooie jurk. Dit is echt iets wat ik normaal echt nooit zou kopen. Maar nu vind ik dat wel heel erg mooi. Dit is dus zo'n maxi jurk. Ik zal hem misschien morgen doen. Maar nee, morgen niet. Volgende week doe ik hem lekker aan. Dus dan moet je mij even in de week nog schrijven. Maar er zit hier ook zo'n split. En dan is de taille wel gewoon mooi. Ja, met zo'n band. En dit is leuk voor in de herfst. Met laarsjes en panty. Maar nu ook, als het dan een beetje rond de 18, 20 graden is. Dan hebben we voor onze kleine vriend echt een heel schattig teddypakje. Deze wilde ik echt al zo lang. Kijk jongens, oh my god. Het is echt super zacht. En dan zit er zo'n mutsje met van die oortjes. En hier zijn zijn handen dan bedekt. En hier zijn voeten. Dus echt heerlijk voor de winter. Want het is maat 62 als het goed is. Ja, dus dan kan hij dan ongeveer vanaf 2 maanden denk ik gaan dragen. Ik heb geen idee, maar... Ja, volgens mij 62 lopen ze wel wat langer mee. En dan doen we dit gewoon als we naar buiten gaan bijvoorbeeld aan. Dan heb ik gekocht liptekencreme. Ik heb echt een super grote wond natuurlijk hier gehad. Ik kan het niet goed laten zien, maar ik had geen liptekencreme. Dus ik dacht, ik koop dat maar even. Dan hebben we van die plastic clips om zakken chips en zo dicht te doen. En dan hebben we als laatste nog korrel ontstopper voor in de douche. Als het putje een beetje begint te... verstoppen. Tycho had nog een shirtje gekocht, maar die had hij net tijdens de fotoshoot al aangedaan. Dus vandaar kon ik hem even niet vinden. Maar dat is deze. Zo'n mooi beige shirtje met zo'n ripstofje. En dan zo'n leuk kraagje. Dus die stond hem wel heel erg leuk. Goedemiddag, het is vandaag zondag en wij zitten even lekker bij de McDonald's. We gaan even een kroketje eten en Tycho een hamburgertje en ik een koffie. We zijn trouwens in Rotterdam. We gaan zo waarschijnlijk even met de scooter naar het Kralingse Bos en dan even wandelen. En vanavond eventjes lekker pizza of pasta eten ergens. Nou, dit is het. Lekker kroketje. Tycho dit. Hup, eet smakelijk. Weer thuis. We hebben een gezellige dag in Rotterdam gehad. Lekker een scootertje gehuurd. En een beetje rondgereden. Even gewandeld in het Gralingse Bos. En even wat gegeten. Net. Ik had trouwens salade. Ik had geen pasta of pizza. Ik had meer zin in de salade. Maar we zijn ook nog even naar Primark geweest. Ik heb een paar dingetjes gehaald. Als eerste heb ik even nieuwe sloffen. Dan heb ik voor, ik denk het bevallen. En gewoon voor normaal. Een... pyjama, nou ja, pyjama, wat is het eigenlijk? Een soort overval. Het lag in ieder geval bij de pyjama lounge collectie. Want het is gewoon heel erg handig, omdat ja, je hebt geen broek aan, het is lang genoeg. En je kan die knoopjes makkelijk los doen als je dus borstvoeding of iets gelijk gaat geven. En hij heeft zo'n mooi printje, ribbeltjes, streepjes. En wat ik ook heb gekocht, wat ik echt nodig had, zijn voedingsbladjes. Kijk, het is echt super handig. Want dat klik je gewoon zo los, als het goed is. Nou, hij doet het nu even niet. Maar dit kan je dan zo, hup, losklikken. Maar, jongens, we hebben net de foto's ontvangen van de fotoshoot. En ze zijn echt zo ontzettend mooi. Ik werd er gewoon een klein beetje emotioneel van. Omdat het gewoon, het is net een plaatje. Ik had echt zoiets van, zijn wij dit, weet je wel? Zo mooi zijn ze geworden. En ik krijg er zo'n warm gevoel van. Op een gegeven moment willen we dus heel graag opnieuw een fotoshoot doen. Op dezelfde locatie. En dan is met de baby erbij. Dat lijkt me echt super mooi. Maar ben je nou benieuwd naar de foto's? Dan moet je even naar mijn Insta gaan. ThinkCiliaLoves. Ik zou het super leuk vinden als je me daar ook volgt. En dan kun je lekker de foto's bewonderen. We hebben natuurlijk nog veel meer foto's dan de foto's die nu op mijn Insta staan. Maar ja, dan heb je wel een ideetje van hoe het is geworden. Vind je ze ook mooi? En toen waren we alweer aan het einde gekomen van deze weekvlog. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Doe dan een duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!